Het Egon Toekomstjournaal van deze week met straks de A1 tegen Willem II, RKC A1. Maar we beginnen met de D1 van Ajax tegen, u ziet het al, het andere oranje, Volendam D1. Een Noord-Hollandse derby dus. Een wedstrijd, een jeugdwedstrijd die altijd goed voetbal oplevert van beide kanten. In de eerste helft veel balbezit en veel aanvallen voor Ajax, waarvan dit de grootste kans oplevert. Het terugleggen hier, de inzet van Dionel Jamie. Maar de bal wordt van de lijn gehaald door de verdediger. Of eigenlijk de extra keeper, mag je zeggen, van Volendam in dit geval. Geen doelpunten in de eerste helft. In de tweede helft een vrije trap van Volendam. Die een beetje matig wordt weggewerkt, of eigenlijk slecht wordt weggewerkt. En dan is het 1-0, Melle Bonovrie. Niet echt een Volendamse naam, maar hij speelt wel voor de Volendammers. En hij zorgt voor de 1-0 in deze wedstrijd. Maar de D1, de ploeg van Casimir Westerveld, laat zich niet kisten. Het heeft de beschikking over een aantal zeer getalenteerde voetballers. Zoals deze invaller Serginho Dest. Die krijgt de bal bij een andere invaller, Jim Beers. Die we regelmatig zijn doelpuntjes zien meepikken. En ook nu scoort hij. De 1-1 dus. De D1 van Ajax komt terug van een achterstand. Maar is de vraag, gaan ze uiteindelijk ook nog winnen? Ja, is het antwoord hier. Thomas Rier, weer een invaller. Die krijgt de bal bij Richenel Margaret. En die heeft een prachtige actie in huis, hoor. Geweldige goal van Margaret. En zo wint de D1 van Ajax met 2-1 van Volendam. Dan gaan we door naar het oudste jeugdteam van Ajax. Dat is de A1 natuurlijk. Zij speelden tegen Willem II RKC. Hier is het Sinan Keskin die hem teruglegt op Quincy Menig. Maar uiteindelijk biedt de verdediger van Willem II uitkomst. De eerste grote kans van de wedstrijd via Keskin. En uiteindelijk net niet Quincy Menig. Dan hier Bas Kuipers. En de bal bij Nick de Bond. De Bond met de voorzet. En die bal vliegt in het doel. In de 13e minuut is het 1-0 voor Ajax. Een lucky, dat moet gezegd worden. Want dit heeft in ieder geval alles weg van een voorzet. Maar het is uiteindelijk een doelpunt en dus 1-0. De A1 domineerde. Alfons Schoenendijk na afloop desondanks niet tevreden over het spel. Maar de A1 creëerde veel kansen. Zoals hier Bas Kuipers die mee opkomt. Maar de bal net naspringt. Kuipers, de centrale verdediger. Die andere centrale verdediger is hier aan de bal. Denzel Gravenberg. De aanvoerder, groot, sterk. Sinds dit seizoen dus centraal achterin. En die heeft een prachtige actie in huis. Maar uiteindelijk beloont hij zichzelf niet. In de rebound aan Menig. Maar die prikt de bal over. Maar wat een mooie actie van deze Denzel Gravenberg. Dan een corner. El Hasnaoui. Legt hem terug op Branko van de Bomen. Van de Bomen met de voorzet. Hier de bal bij Kuipers. Dan nog een keer Kuipers. En daar is het 2-0. Daarheen zit op rozen in deze wedstrijd. En Kuipers pikt zijn doelpunt mee. Altijd leuk voor een verdediger natuurlijk. De tweede helft dan van de Bomen. Hier Keskin. Combinatie met Menig. Keskin weer. Spelend met nummer 9. Hier de bal bij Becker. Geraldo Becker is geblesseerd geweest. Is terug. En hij prikt de bal binnen. 3-0 is het na rust. Even leek het er nog op dat Barry Sonnenschein van Willem II de bal weg kon tikken. Maar hij mist hem. Er is geen vuiltje aan de lucht. Voor de A1, voor de ploeg van Groenendijk en Perez. Hier nog een grote kans voor Nick de Bond. Via de voeten van doelman Nielsen Hartog. Geen 4-0. Gezien het aantal kansen had de score veel hoger uit moeten vallen. Maar uiteindelijk scoort ook Willem II nog in de 90ste minuut de eretreffer. Het doelpunt is van Simon van Zeelst. Uiteindelijk wordt het dus 3-1 voor de A1.